Hallo allemaal, vandaag bespreek ik mijn 10 favoriete producten onder de 10 euro met jullie. Dit kunnen make-up producten zijn, maar ook verzorgingsproducten. Ik ga beginnen met het eerste product. Die heb ik een tijdje geleden ontvangen. Dat is de Melkmeisje Douche Foam. Dit is de Magnolia en Sandelhout. In het begin was het heel erg wennen toen ik deze douchefoam begon te gebruiken. Want er zit heel veel druk op de spuitbus. Dus de eerste keer toen ik het ging ruiken en toen ik het wou gebruiken, zat mijn hele gezicht eronder en mijn hele haren. Maar ik weet nu hoe ik ermee om moet gaan. En dit is een van mijn favoriete doucheproducten onder de 10 euro. Deze Melkmeisje douchefoam is verkrijgbaar in 2 verschillende geuren. En hij kost maar 3,49 euro. En het is zeker een aanrader. Maar je moet er wel om denken wanneer je hem de eerste keer gebruikt. Want je wilt natuurlijk niet zoals mij er helemaal onder zitten. Want het is bedoeld voor je lichaam en niet voor je haren en voor je gezicht. Dan ga ik nu door naar het tweede product. Dat is de Sex and the City by Night Eau de Parfum. Deze kocht ik bij Action voor 6 euro volgens mij. Action heeft heel vaak hele lekkere parfums in de aanbieding voor een heel klein prijsje. En ik zag deze een tijdje geleden voorbij komen en ik moest hem gewoon hebben. Hij kost rond de 6 euro en er zit 60 ml parfum in. Je ruikt hem ook best wel lang, want ik spuit hem 's ochtends op, ongeveer 3 spreetjes dacht ik. En 's middags ruik je hem nog steeds. Dus dit is ook een van mijn favoriete producten onder de 10 euro. Dan ga ik door naar het volgende product. Die zullen heel veel van jullie wel kennen. Dat is de Lady Speed Stick Invisible Dry Powder Fresh. Ik heb verschillende Lady Speed Sticks uitgeprobeerd en deze blijft gewoon het beste voor mij. 'S Ochtends wanneer ik hem aanbreng ruikt het echt ontzettend lekker naar babypoeder. En 's avonds ruik je die geur nog steeds. Dus ook al zweet je misschien een heel klein beetje, het stinkt niet echt naar zweet, maar het is echt de geur van deze Lady Speed Stick. Deze Lady Speed Stick kost 6 euro en is verkrijgbaar bij verschillende webshops in Nederland. Dit is echt een aanrader wanneer je heel veel last hebt van transpiratie, zoals ik eerst ook had. Ik heb daar nu helemaal geen last meer van, dus dit is echt een topproduct. Dus als jij last hebt van heel veel transpiratie, dan zou ik echt de Lady Speed Stick proberen als ik jou was. Want hij is echt ontzettend goed. Geen enkele deodorant werkte bij mij, totdat ik de Lady Speed Stick ging gebruiken. Dus dit is ook een van mijn favoriete producten onder de 10 euro. Ja, het is nu herfst, het wordt winter. En dat is een teken dat je je handen nog meer moet verzorgen als normaal. Ik kreeg van Nivea een tijdje geleden de Nivea Zijdezacht handcreme opgestuurd. Deze handcreme ruikt heel erg lekker. Hij heeft de geur van macadamia notenolie. En hij trekt heel erg snel in je handen. Hij heeft een heerlijke dikke substantie. En ik vind het gewoon een ontzettend goede handcreme. Hij is verkrijgbaar voor 4 euro bij verschillende drogisten. Dus wanneer jij last hebt van droge handen is dit zeker een aanrader. Voor mij werkt hij in ieder geval heel erg goed. Dan heb ik nog een product dat zeker niet mag ontbreken in mijn top 10 producten onder de 10 euro. Dat is het W7 in the Buff Natural Nudes Eye Color Palette. Dit palet kost maar 8 euro. En hij heeft zo'n goede pigmentatie. Ik gebruik hem echt iedere dag. Ik gebruik vooral de derde kleur en de kleuren die daarnaast zitten. Deze kleuren aan het einde gebruik ik eigenlijk bijna nooit. Heel soms wanneer ik uitga gebruik ik de donkere kleuren. Maar je kan wel zien dat de derde kleur het meeste gebruikt wordt. Dus ik ben van plan om binnenkort een nieuwe hiervan te halen. Alleen maar om die kleur die erin zit. Want ik vind hem ontzettend mooi. Dus dit is ook een van mijn favoriete producten onder de 10 euro. Dan heb ik nog een product die zeker niet mag ontbreken. Dat is de Catrice Allround Concealer. Ik had hier heel veel goede dingen over gehoord. En hij kostte ook maar 3,60 euro. Dus ik moest hem gewoon halen. Ik gebruik de groene kleur vooral om mijn pukkeltjes te verdoezelen. De middenste kleur heb ik wel eens gebruikt om te contouren en te highlighten. En de laatste kleur gebruik ik vooral om mijn wallen weg te werken. Dus dit concealerpalet is ook zeker een aanrader. Hij kost maar 3,59 euro en is verkrijgbaar bij de Kruidvat en bij de Trekpleister. Een tijdje geleden schreef ik een review over de Beverly Hills Perfect White Black Toothpaste. Dit is een zwarte tandpasta die ervoor zorgt dat je tanden wit worden. Dit helpt echt. In het begin was het heel erg wennen, want je ziet in één keer grijs schuim in je mond zitten. Maar na de tijd zijn je tanden ontzettend wit. Hoe vaker je hem gebruikt, hoe witter je tanden worden. Dus de bruine vlekjes van koffie en van drank, die verdwijnen van je tanden en ze worden heel erg mooi wit. Dus deze tandpasta is zeker een aanrader wanneer jij wittere tanden wil of wanneer jij bruine vlekjes op je tanden hebt. Deze tandpasta is verkrijgbaar voor 4,49 euro en hij is volgens mij alleen verkrijgbaar bij de Kruidvat. Dan ga ik door naar het volgende product. Dat is de Maybelline Baby Lips Electro. En dan de Minty Sheer. Dit is een groene Baby Lips en hij ruikt naar menthol. Deze verzorgt mijn lippen het beste van de Maybelline Baby Lips Electro collectie. De andere kleuren zijn wel leuk, want sommige geven pigmentatie af op je lippen. Dat doet deze niet, maar deze verzorgt je lippen wel het beste. Nou ja, mijn lippen tenminste. Deze Maybelline Baby Lips is verkrijgbaar bij verschillende drogisten voor 4 euro. Nog een van de producten waar ik heel enthousiast over ben, dat is de Essence Lippenstift in de kleur Rare Berries. Dit is een paars-lila-achtige kleur.
En ik heb hem nu ook op mijn lippen. Deze lippenstift heeft een ontzettend goede pigmentatie. Hij blijft heel erg lang zitten. Wat ik eerst niet had verwacht met de lippenstift van Essence. Ik heb er inmiddels een stuk of 10. En ze blijven zo goed zitten. De pigmentatie is ook super. En dat voor maar €2,40. Dus deze mag zeker niet ontbreken in mijn top 10 producten onder de €10. Dan zijn we alweer toegekomen aan het laatste product. En dit product mag zeker niet ontbreken. Dat is de Catrice Photo Finish 18 Hour Liquid Foundation. Deze foundation is verkrijgbaar voor €6,59. Ik heb verschillende foundations uitgeprobeerd, van goedkoop naar heel duur. En deze zit er een beetje tussenin. Nou, €6,95 vind ik niet heel duur en ook niet heel goedkoop. En dit is echt zo'n goede foundation. Ik gebruik hem heel erg graag. Hij dekt mooi, hij zorgt niet voor een pannenkoekeffect. En je wordt er niet oranje van. Dus dit is echt een van mijn favoriete producten. Van de 10 favoriete producten onder de €10. Nou, dit was het alweer. Dit waren mijn 10 favoriete producten onder de €10. Ik zal de prijzen van de producten hier beneden in de beschrijving neerzetten. Wanneer je dit filmpje leuk vond, doe dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Doei!